In de binnenbaan, in de achtste rit, Michael Hatschief uit Oostenrijk. Op zijn negende EK. Tegen Artur Safranski, de Pools juniorenkampioen. 20 jaar is hij nog maar. Die Safranski. Hatschief bewaart slechte herinneringen aan de vorige EK. En daar gaat Safranski. Ik denk al na 6 slagen onderuit. Dus Hatschief opent als enige in 10.47. Safranski gaat nog wel door. Maar die kan dit EK verder vergeten. Hatschief namelijk werd vorig jaar gedisqualificeerd op de 500 meter. En had toen ook weinig lol meer in de rest van het EK in Sarajevo. 28 jaar inmiddels. Nationaal recordhouder met 37.85. En daar eindigt hij hier niet ver boven. 38.33 honderdste voor Michael Hatschief. En dat brengt hem naar een zesde plaats. Nog voor Kos. En daar de val van Artur Safranski. Wat er gaat er fout? Ja, gewoon die schaats scheef neergezet. Dat kan gebeuren als je op start moet, gang moet komen. Dan kan je hem gewoon verkeerd neerzetten en hij gaat buitenom, valt hij.